De notitie dierenwelzijn is sinds gisteren een feit. Het voorstel zoals het verwoord is, unaniem aanneemt. Gefeliciteerd. Gewoon op het tijdelijk werk, zeker. Ja. Ik vertelde inderdaad, zes en half jaar geleden was nog drie, vier raadsleden waren voor dierenwelzijn. En dat is nu een hele raad die voor deze eerste notitie is. En dat is natuurlijk een geweldige kroon op het werk van uiteindelijk een groot deel van de raad. Het mag niet alleen op mij geprojecteerd worden. Ik heb misschien wel de grootste mond over dierenwelzijn, mijn hele leven al. Maar het is de raad die het heeft gedaan natuurlijk. Marco Wenskowski was voorzitter van de werkgroep. Hoe kijkt u daarop terug? Het was een heel bijzonder proces. In meerdere opzichten. We zijn gestart met 7 fracties om te kijken dat we met elkaar een nota kunnen opstellen. Dat was de oorspronkelijke intentie. We kwamen er heel snel achter dat dat een heel complex verhaal is. Want dierenwelzijn is enorm breed, enorm divers. Gaat nog een keer door alle beleidsterreinen hier van het gemeentehuis. Dus wij hebben 1,5 jaar geleden gezegd, nou, we moeten die nota laten varen. En we maken daar notitie van. U kunt zich voorstellen dat... Dat was in wezen de conclusie na een jaar praten dan? Dat was de conclusie na een jaar onderzoeken en een jaar praten. Want we hebben gelukkig ook heel veel steun gehad van de ambtelijke organisatie. Ter voorbereiding op deze hele notitie. Want je moet heel veel wetgeving kennis krijgen. Je moet heel veel weten wat er gebeurt op andere beleidsterreinen. Dus het was heel erg complex, kan ik u zeggen. Absoluut. Ik heb vanavond de termen gehoord moeizaam. Een goed begin. Bloed, zweet en tranen. Het is een beetje een understatement dan om te roepen van het was een complex verhaal. Ja, u kunt er elke bewoording aan hangen natuurlijk. U kunt zich ook voorstellen dat als u met 7 fracties om tafel zit, dat de ene fractie veel breder wil een bepaald onderwerp aansnijden dan een andere fractie. En daarmee moet je met elkaar een compromis vinden. En we hebben daar een 10-15-tal sessies met elkaar opgevoerd om daar de juiste bandbreedte voor iedereen te vinden. Zodat iedereen daar tevreden mee kan zijn wat er nu op papier staat. Hoe loop je zoiets aan? Want 6 partijen, 6 meningen en ook standpunten die ze nu naar mijlenver uit elkaar lagen. Absoluut. Nee, zeker. We hadden dat ook heel veel. Waar we mee gestart zijn eigenlijk is om te kijken van nou, welke hoofdstukken gaan we nu met elkaar aanvliegen en op papier zetten. Die niet al te complex zijn, goed behapbaar zijn, maar heel feitelijk zijn voor Apeldoorn. Die staan op papier nu en die zijn we op een gegeven moment verder met elkaar gaan uitdiepen. Tot een niveau daar waar iedereen zich in kon vinden. Een bijzonder resultaat. Het eindresultaat, nee, het is het begin van een belofte voor de toekomst. Want uiteindelijk willen we, zoals de SGP 14 dagen geleden in de NPA aangaf en opperde, een volwaardige dierenwelzijnsnota in Apeldoorn. We hebben er ook alle vertrouwen in dat dit als raad binnen 2 jaar te realiseren moet kunnen zijn. De 27 amendementen, sorry voor de commotie die ik te beginnen vorige week in het eerste week in het presidium en later wat ingehouden bij de PMA heb veroorzaakt. Het waren trouwens 42 amendementen. Oi. Dus je hebt geluk gehad. Hoe tevreden bent u echt? Hoe ik echt tevreden ben? Echt tevreden. Ik ben echt tevreden. Maar ja, zoals ik al in de raad aangaf, we hebben natuurlijk onze amendementen gehad. Die hebben we teruggehaald. Er is een motie die borgt dat er elke 2 jaar inmiddels over gediscussieerd gaat worden. En het tegen het licht gehouden gaat worden. Dus, en we hebben onze eigen momenten nog natuurlijk die we kunnen creëren. Dus ruimte genoeg voor ons om gewoon door te gaan met een volwaardige nota. Maar dat... Ik zit al 40 jaar in het vak, dus dat ging niet in 1 week en niet in 1 jaar en niet in 5 jaar. Dus ja, heb de tijd en het komt goed. De 27 amendementen werden geparkeerd en daarvoor in de plaats kwam een motie. Maar ook die motie kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Het laatste amendement, de jaarlijkse evaluatie van de notitie, hebben we in overleg met betrokkenen omgezet in een motie. Waarvan we verwachten dat de raad deze gaat steunen. Het laatste puntje, de dierenwelzijnsnotitie jaarlijks te evalueren. De notitie ligt nu niet voor. Hè? Ik neem aan dat u bedoelt het, nou ja, laten we zeggen, nieuwe beleid of het beleid dierenwelzijn met elkaar te evalueren. Het is niet de notitie die we elk jaar geëvalueerd willen hebben, maar juist het beleid wat we willen evalueren. En op die wijze, met die bewoordingen, moet u dit lezen. Ja. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde bewoording als ik u net aangaf bij het verzoek het college tot.
Hier wordt dus, meneer Wetskowski zei het net ook al, in het verzoek de dierenwelzijnsnotitie jaarlijks te evalueren. Dat is de strekking van deze motie. U weet ook hoe dat gaat. Naar een jaartje of twee, drie, dan zien we deze motie. En dan zeggen we, oh, die dierenwelzijnsnotitie is toen aangenomen. Dus dat we de bewoording even aanpassen. Dan vergis u zich. Ja, okay. Als ik de motie dan lees, dan vraag ik me af, heeft het college dit nodig? Ik ben met u eens dat het af en toe en ook in de toekomst noodzakelijk en wenselijk kan zijn om met elkaar weer in gesprek te gaan. En zeker omdat de inzichten kunnen wijzigen. Wat de CDA-fractie wel betreurt, is enigszins in de formulering onder uw eerste punt. Kijk, het frappante was natuurlijk dat u 14 dagen geleden niet één steen in de vijver gooide, maar 27. Ja. Om het zo maar eens te zeggen. Die 27 amendementen die zijn vanavond geparkeerd. Ja. En er is, ja, laten we zeggen, een vrij zwakke motie van laten we de vinger aan de pols houden voor teruggekomen. Ja, absoluut. Maar wat ik al vertel, je moet natuurlijk op een gegeven moment moet je kijken van moet ik de activist blijven, moet ik de idealist blijven of moet ik de politicus zijn. En voor dat laatste heb ik gekozen, zeker nadat ik van de week enkele gesprekken heb gehad en ben benaderd door partijen, door anderen die me adviseren. En dan is dit het beste resultaat. En ja, ik weet natuurlijk ook al dat ik vorige week een flinke bom heb laten barsten of laten ploffen. Ja, maar daardoor is het wel extra op de agenda komen staan. Dus ja, wij kunnen door met waar we mee bezig zijn en de raad in het bijzonder. Met de kennis van u, is een gewetensvraag. Zou u het nog een keer doen? Ja, zeker. Met de kennis van nu zou ik het zeker nog een keer doen. Dit is enorm leerzaam geweest voor alle fracties en ik zou het morgen weer doen. Zeker. Ja, die activist die blijft altijd een beetje de activist. Dat kan ik niet wegstoppen. Het zit in mijn genen. En als ik als politicus probeer te praten, dan praat ik toch soms alweer als activist. Dus dat zal wel zo blijven tot het einde van mijn raadslidmaatschap.